Ja, trainer Marco van Basten, de voorbereiding zit erop. Hoe heeft je de voorbereiding ervaren? Nou, dat was de tweede keer. Ja, op zich goed. We hebben goed gewerkt, goede trainingsweek gehad op de Schelling. Het scheelt natuurlijk ook dat je elkaar inmiddels al een jaar kent. De meeste spelers die zijn hier gebleven. Dus dat is sowieso makkelijker werken, duidelijker. En nou ja, de resultaten zijn ook in vergelijking met vorig jaar denk ik ietsje beter. Maar er is natuurlijk ook wel weer het een en ander ook weer veranderd. Dus het heeft ook nog wat tijd nodig. Maar ik denk dat we op zich ja, prima hebben gewerkt. De voorbereiding begon op maandag 24 juni met de eerste training in Langeswaag. Onder luid applaus van ruim 400 supporters kwamen de spelers voor het eerst samen. Het was vrij rustig opbouwen, gewoon kleine oefenvormpjes om er weer in te komen. Het was lang geleden dat ik nog een voetbal had aangereikt, dus ja, was goed. En diezelfde dag presenteerde de club twee nieuwe aanwinsten, Martens Wolf Eikrem en Jannik Wildschut. I'm very happy that I've joined the club now and it's a great challenge for me and it's been many Norwegian and Scandinavian players in this club before and I want to follow in their footsteps and do even better. Ik ben blij dat ik nu eindelijk hier ben. Ja, dat had vorig jaar al gekund, maar ja, ik ben wel blij dat ik nu wel hier ben. Ja, Wildschut is een goede speler, snel. Heeft nog wel tijd nodig, is fysiek nog niet helemaal ja, afgetraind of opgetraind. En, maar hij is een jongen met zijn snelheid en zijn power die altijd ja, denk ik gevaarlijk kan zijn. En Eikrem is een technische middenvelder die aan de bal openingen ziet. Ja, eentje die die spelers goed bedient en ja, goed overzicht heeft. Dus ja, een speler die wat dat betreft ook voor ons belangrijk kan zijn. En op 2 juli speelde SC Heerenveen de eerste oefenwedstrijd tegen Gaasterland-Sleerd. Het regio-team had echter weinig in te brengen en verloor met 16-0. Luciano Slagveer was man of the match. Hij scoorde maar liefst 5 keer in 1 helft. En vanaf dat moment liet de 20-jarige aanvaller zien klaar te zijn voor de concurrentiestrijd om een basisplaats. Luciano heeft vorig jaar is hij ook mee geweest op trainingskamp, zowel in de augustus of in juli als in januari. En is een jongen die vorig jaar goed heeft gepresteerd in het belofteteam. Eigenlijk al een tijdje bij het eerste rondloopt. Dus het was op zich ook wel logisch dat hij mee ging trainen. Hij heeft het goed gedaan vanaf het begin. Hij is in de concurrentie met Rajiv en nou, tot nu toe heeft hij het net even iets beter gaan dan Rajiv. Dus hij heeft de kans gekregen afgelopen zaterdag tegen Osasuna. En zo hebben we nog een paar jonge spelers, hè, met Kenny Otikba die ook ja, vorig jaar al een aantal keren heeft ingevallen, meegetraind. Dus ja, ook die zat er aan te komen. Maar ook nieuweling Mitchell Dijks liet gelijk van zich spreken. De linker vleugelverdediger kwam graag op, speelde goed samen met Jannik Wildschut en pikte hier ook gelijk zijn doelpuntje mee. Mitchell is een goede speler, weet wat het is om als linksback te opereren. En ja, hij heeft vorig jaar bij Ajax niet genoeg speelminuten gekregen. Maar goed, hij heeft wel kwaliteiten, dat is duidelijk. Bij Ajax heeft hij ook dicht bij het eerste gezeten en een aantal keren ingevallen. En hij had ook het voordeel of het geluk dat Juke Ruitelaar ook vrij snel gepasseerd raakte. Ook wat later kwam. Dus ja, hij heeft gelijk wel zijn kans gepakt. En ja, ligt dus voor zeg maar in die strijd tussen de linksbacks. Ziet u dat ook graag in de opkomende backs? Ja. Ja, kijk. We zullen ook het spel moeten maken met regelmaat. En dat was vorig jaar was dat niet altijd even makkelijk. Dat zal dit jaar ook niet van een leien dakje gaan. Maar we proberen dat wel zoveel mogelijk te beïnvloeden. Zodat we ook van achteruit initiatief kunnen nemen. Dat we een spel kunnen gaan maken. En dat zijn wel lange processen moet ik zeggen. Maar we zijn daar wel mee bezig. En maar dat is wel een beetje de insteek. Want heeft u daar ook het elftal voor? Want u heeft snelle buitenspelers. En ik zag afgelopen zaterdag ook op de counter juist ook heel gevaarlijk. Ja, ja. Ja, maar toch, je krijgt, kijk, dat is wel het spel wat we zeg maar, tot nu toe het beste beheersen. Alleen, je krijgt ook steeds meer ploegen die hier toch ook gaan afwachten en uiteindelijk dan ook op de counter spelen. Ja, dan kan je ook zeggen, ja, dan gaan we niks doen, maar dat is niet wat je wil. Je wil ook wel thuis iets aan het publiek laten zien, je wil toch een beetje initiatief houden. Dus je zult hoe dan ook het spel moeten kunnen maken. En ja, dat is niet makkelijk. En daar wordt op getraind, daar wordt over gesproken. En daar is de bedoeling dat we steeds kleine stapjes in maken.
Ook in de tweede oefenwedstrijd haalde Heerenveen de dubbele cijfers op het scorebord. Het duurde even voordat de trein op snelheid kwam, maar toen eenmaal de eerste twee doelpunten waren gevallen, kwam Heerenveen flink op stoom. Tegenstander VV Minnesga ging met 0 tegen 11 het veld af. Op 9 juli vertrekt de gehele selectie voor 5 dagen naar Terschelling. Dit trainingskamp is een ideale kans voor de selectie om elkaar beter te leren kennen. Zowel naast het veld als op het veld. Want de selectie speelde onder leiding van teammanager en oud-scheidsrechter Herman van Dijk een onderlinge oefenwedstrijd. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Mark Oet. Hij zette na 10 minuten de A-ploeg op voorsprong. Het trainingskamp is goed, want je bent dan een week met elkaar. Ja, je eet met elkaar. Je bent de hele dag met elkaar met voetbal bezig, maar ook naast het voetbal. Dus je leert elkaar goed kennen. Dat is ook belangrijk, want je hebt natuurlijk toch, hoe je het went of keert, een relatie met elkaar. En ja, daarbij kan je ook alles kwijt in besprekingen, in trainingen, in dingen nogmaals bekijken op video's. Want je bent gewoon de hele dag met elkaar op het veld en in het hotel. En het gaat heel over voetbal, dus dat is goed. Ik zeg, een leuke activiteit, het raften. Was het iets voor u? Of? Nou ja, wat ik al zei, je hebt het al veel over voetbal. En het is ook leuk om even iemand anders weer een andere hoedanigheid mee te maken. Nou, dat was leuk. Het was sportief. Dat vinden ze over het algemeen ook veel leuker dan iets wat niet actief is. Dus ja, ik vond het wel leuk. Ja, ik vond het wel een leuke ervaring. Na 4 dagen terug te zijn op Vasterwal stond er voor de ploeg van Basten de eerste wedstrijd tegen een andere profclub op het programma. Op het veld van Ritswart in de Kniepen werd de Belgische eerste klasse het OH Leuven met 2-1 verslagen door doelpunten van Alfred Vimbogason en Stefan Savic. Ja, tegen Leuven keerde Vimbogason terug samen met Christopher Noordveld. Ja, hoe vindt u dat zij het hebben gedaan deze voorbereiding? Toch 2 sterkhouders van vorig jaar. Ja, ik vind dat Noordveld, daar mag nog wel wat bij. Hij is ietsje later gekomen. Hij heeft ook niet een vakantie, geen ideale vakantie gehad omdat hij geopereerd is geweest en veel aan zijn revalidatie heeft moeten werken. Ik vind ook dat is ook nog wel een beetje te zien, maar dat heeft misschien even iets meer tijd nodig. En Alfred die kwam ook een week later, want beide hadden tot in juni nog interlandwedstrijden gehad. En die pakte het heel snel op. En is ook een jongen die vrij snel fit is. En daar ben ik wel tevreden over. De ene laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie is op 20 juli tegen het Belgische AA Gent. 1500 toegestroomde toeschouwers zien de wedstrijd in een 1-1 gelijk spel eindigen. Dankzij doelpunten van wederom Alfred Vimbogason en Yassine El Ghanassi. Hij kwam vorig seizoen nog op huurbasis voor SC Heerenveen uit. Hakim Ziyech, ze moesten je wel hebben vandaag. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Een paar goede tikken gehad, maar dat hoort bij de wedstrijd, denk ik. Ja, en het hoort ook bij een speler die veel gevaar sticht. En dat deed je. Ja, ik was wel op 3 vandaag, denk ik. En dan als je een paar tikken krijgt, dan moet je gewoon doorgaan. Nou, Hakim is een goede speler. Voor hem is het belangrijk dat hij lang nuttig blijft voor het team. Dus als wij aan de bal zijn, dan is hij sowieso vaak wel aanspeelbaar. Komt met goede oplossingen, is goede technische speler. Maar op het moment dat we hem verliezen, dan is het ook belangrijk dat het team met hem erbij goed staat en verdedigend niet kwetsbaar wordt. Nou, dat is zijn grootste aandachtspunt. En op het moment dat hij dat aan het team kan geven, dan is het een speler die ons helpt. En dat is bij hem natuurlijk de vraag. Nou, ik vind dat hij dat tot nu toe goed invult. Hij traint goed. En het is de afweging, wat brengt hij in balbezit en wat brengt hij als we de bal niet hebben. En tot nu toe gaat het goed. En mentaal ook, want ik zag ook dat hij zich flink in moest houden, maar dat ging ook goed tegen. Ja, jawel. Hij werd een paar keer ook wel goed aangepakt. Maar ik verwacht ook dat hij daarin professioneel reageert. Hij moet de ploeg helpen en niet duperen. En dat heeft hij goed gedaan. In de laatste testcase voor de competitie verspeelde SC Heerenveen een snelle 2-0 voorsprong tegen Primera Division club Osasuna. En daar gaat Slagveer weer sneller dan zijn directe tegenstander. Slagveer, hij zal het zelf moeten doen, hij doet het zelf. Heerenveen komt in de 11e minuut van de wedstrijd op een 1-0 voorsprong door Luciano Slagveer. Hier keurig weggestuurd door Vimbogason. Is snel, is ook zo snel dat er niet veel medespelers dat kunnen bijhouden, dan zal hij het zelf moeten doen. En hij weet raad
met de mogelijkheid die hij zelf creëert. Kruiswijk. Wildschut. Kan zeker zoveel snelheid ontwikkelen aan de linkerkant als Slagveer aan de rechter. Ziyech. Teruggelegd. Uithalen. 2-0. Eikrem. En zo scoort deze nieuwe man afkomstig van Molde. Magnus Wolf Eikrem, Heerenveens tweede. In de eerste fase pakte de dingen vaak goed uit. Hè. Een paar keer goede counters. Initiatief lag in principe bij Osasuna. En ook hoe zij speelden was met heel veel risico. Het pakte in het begin goed voor ons uit en op het einde pakte het een paar keer goed voor hun uit. Ik denk dat het op zich wel juist had geweest als we toch met een voorsprong in de rust hadden gegaan qua veld, qua speelbeeld. De Roon, mooi vrijgespeeld. Hij laat Finn Bogason voor wat het is aan de rechterkant. Geeft hem aan de linkerkant op Ziyech, maar die schuift hem voorlangs. En dat is een aardige. Het is Riera, heeft er weinig tijd en weinig moeite mee met deze. Nou, een kans is het eigenlijk niet eens, maar hij trapt hem onberispelijk in de kruising. Buiten bereik van Nordveld. Oh, Dijks. Mooi gepasseerd. En een goede ingreep van Nordveld die de bal loslaat en dan vervolgens toch in het doel ziet vliegen. Het gaat natuurlijk hier mis bij Mitchell Dijks, die binnendoor wordt gepasseerd. Dat mag je als verdediger niet overkomen. In de tweede helft bleven zij ook initiatief houden. En dat was toch ook weer heel leerzaam en moeilijk voor ons. Maar toch in de laatste fase kwamen we daar wel weer, vind ik, goed uit. Toen kwamen we wat meer tot voetbal, was meer controle. Maar het was wel een... een goed duel waarin zij ook heel veel de aanval zochten, waarin wij ook in de problemen kwamen. En fysiek, het was warm en daar hadden we dan ook een hoop toch wel wat last van. Dus ik denk dat we het al met al wel een paar goede oefenwedstrijden hebben gehad tegen Leuven en tegen Agent en ook tegen Osasuna. Waren wel wedstrijden die serieus waren, waar ze er volop gingen. En waar we toch een aantal dingen wel goed hebben kunnen constateren waar nog aan gewerkt moet worden.